Ivana komt eigenlijk, speelt zelden tot nooit buiten. Wat doet hij nu dan in zijn vrije tijd? Heel veel gamen. Hij wil gewoon niet naar buiten. Dus nee, het heeft wel veel effect op zijn kind zijn. Bijna anderhalf jaar geleden wordt Ivano, toen 12 jaar oud, opzettelijk aangereden door zijn buurman. Die boos is omdat Ivano en zijn vriendjes aan het belletje trekken zijn. Ik kom hier de bocht om en hij snijdt me af, waardoor ik val. En hij remt en vervolgens rijdt hij over mijn been heen. En hij rijdt door. Vervolgens stopt hij verderop. En stapt hij uit zijn auto. Komt hij naar me toe, noemt hij mij een Mogol. En loopt hij weer weg, stapt hij in zijn auto en rijdt hij weg. Ivano houdt er een gebroken been aan over en moet lang revalideren. Morgen staat de verdachte voor de rechter. Dan wordt duidelijk welke straf tegen hem wordt geëist. De zaak heeft veel impact op Ivano. Nu dat het wat dichterbij komt, wordt het wat spannender voor hem. En hoe merk je dat? De cijfers gaan gewoon naar beneden. En hij heeft soms gewoon geen zin om naar school te gaan en voelt zich dan niet lekker. Denk je dat je het hierna kan afsluiten? Ik vind het moeilijk dat het ziekenhuisgedeelte, Ivano zijn lichaam, dat zal ons altijd, elke controle zal ons hieraan blijven herinneren. En we gaan echt van het mooiste scenario uit, maar als dat het niet is, lopen wij de rest van ons leven met woede. Dus ik denk niet dat we het los kunnen laten. Ik denk niet dat het hiermee afgesloten is.